Dames en heren, leuk dat je weer kijkt naar Lekker Spelen. Vandaag spelen we H1Z1 en dan wel de Battle Royale mode. Oké, voor de kijker die het niet kent, dit is wat er gaat gebeuren. We worden gedropt op een eiland. En als je de Hunger Games gezien hebt, of de Japanse films Battle Royale, dan zul je het wel snel snappen. Je wordt op een eiland gedropt. Je moet zo snel mogelijk wapentjes zoeken. Er zijn 130 andere mensen in het begin. Zoals je boven in beeld ziet, sterven er al een aantal. De bedoeling is dat je als laatste overblijft. Nu is dat... Oh, daar gaat al iemand. Ga naar hem toe of niet? Nee. We gaan voor het wapentje. En we gaan kijken wat er gaat gebeuren. We gaan voor de nummer 1 natuurlijk. Hop. Spin naar binnen. We zouden misschien kunnen teamen met iemand. Ja, man. Het probleem is dat niemand te vertrouwen is. Dat is waar. Zodra ze een wapen hebben, worden ze helemaal gek. Bij je ook. Hé, hier is er iemand al binnen geweest. Lijkt het wel. Oké. Hier is helemaal niks te vinden. Oeh, wapentje. Wapentje, oké. Dit is goed. Pak alles. Oké, die nemen we mee. Die pak ik gelijk van rugzak links. Rugzakje. Petje, dat is goed. Shirtje. Volgens mij hoorde ik al iemand. Ik hoor helemaal niks. Als ik dit spel speel, word ik helemaal paranoïde altijd. Dus, Ja, en terecht. Ze kunnen van alle kanten komen. Hier liep al ergens iemand. Oh man. Oké, naar binnen. Je gaat er juist op af nu een beetje, hè? Ik weet niet. Ik wil mijn wapen. Oh! Ja, ik wil mijn wapen. Gewoon even zien. Dit is trouwens een alpha spelletje. Oh. Oeh, lekker wapentje. Wacht, dan gooien we even kijken. Je zaklamp. Drop je zaklamp. Daar hebben we ruimte. Oké, dit is beter. Goed dat we naar binnen werden gedreven. Inderdaad. Schoten hier niet vandaan? Ja, volgens mij wel, man. Hier liggen allemaal spulletjes, joh. Liggen allemaal goede spulletjes. Wacht even. Even kijken of het veilig is. Wat zijn dit dan? Shotgun shells. En die shotgun is gepakt. De A-recht legt ook nog wat. Oh, dus niks. Pak dat autootje en piep er gewoon tussenuit. Je kunt wel auto's pakken, maar al deze verroeste auto's doen het als het goed is niet. Nee. Hoe, die doet het toch wel of niet? Nee. Je kunt ook... Oh, een killetje! Zag je me spartelen? Ja, ik zag je spartelen. Het maakt een volledige spartel. Je hebt het te pakken, we hebben een killetje. Bloeden we niet? Je bloedt volledig. Hebben we iets om het te stoppen? Misschien heeft hij het. Helemaal geen medkit bij ons. Oké, dan moeten we snel de lootbag in. Heeft hij iets? Ik weet niet wat... Oh, dit zijn bandage. Hij heeft twee bandage. Oké, gelukkig hebben we die man neergehaald. Oké, dan kunnen we het gebruiken. Of waar is ons leven? Bleeding, ik moet het gewoon doen. Ja, je moet het doen. Hij had ook nog bandage bij zich voor de volgende man die we gaan neerhalen. Ik ga de deur dicht doen, want ik vertrouw het helemaal niet. Die man die schrok waarschijnlijk ook. Ja. Gewoon achter hem komen opeens mannen en is mis te sproeien. Man, dit is altijd zo intens. Dit pak zijn wapentjes, kogeltjes ook gewoon. Waar zijn ze komen? En dan heb ik camouflage shirt, misschien dat ook wel beter. Ik weet niet wat voor shirt wij hebben. Oh, hier staat het leven trouwens. Want het shirt is minder goed. Wat dan? Het ging leven af of zo. Echt? Ja. Geen tijd om te kleden. Het volgende huisje. We hebben al genoeg spullen. We moeten nu gewoon veilig gaan zitten eigenlijk. Want zoals je zag is schieten niet echt mijn ding. Nee. Dus ik ben meer vluchten. Voor het zielige campen en zo. Er zijn nog 5. Oh, ik hoor iemand. Fuck it. Oh man, hoe kon je ons niet zien die man? Hij liep zo rustig, maar die schrok zich ook als een wilde waarschijnlijk. Man, er zijn nog 63, 61 mensen. Ik denk dat we gaan voor de 50. Top 50 is gewoon netjes voor een eerste potje. Looten, misschien heeft hij nog wel wat medkit spulletjes. Oké. Je kan ook als een wilde naar binnen gerend die man. Pak een helm, pak zijn helm. Oké. Nou, dan gaan we verder. Lekker. Deze mannen. Te intens. Oké, wat er nu gebeurt.
Oké, ik ga even veilig zitten. Op de map is nu safe area gemarkt. Dat is dit gebied. Wij zitten G8. Dat is G... Hey, we bloeden nog. We bloeden. Oh, wacht. Oh, man. Moet ik bandage gebruiken? Ja, gebruik de bandage. Waar zie je het staan? Hier rechtsonder. Oh, hier. Ja, we zijn ook half dood nu. We zijn echt al. Hoe kan dat nou? Ja, we worden nu weer levend. We zijn nog steeds aan het bloeden, hoor. Ja, dan moeten we... Ja, we zijn nog steeds aan het staat nog steeds healing. We zijn nog steeds aan het bloeden. We moeten het nog een keer gebruiken, denk ik. Okay, anders gaan we neer. Ja, oké. Nu zijn we... Oké, we bloeden niet meer. Voordat je het zag. Inderdaad, anders bloeden we gewoon dood. Dit is de safe zone. Over een minuutje ongeveer wordt er gifgas losgelaten buiten dit gebied. Dus je moet hier zitten om veilig te zitten. Wij zitten nu, gezondheid, op G8. Dat is hier. Dus we moeten naar het noorden. Dat betekent dat we naar het noorden moeten trekken voordat het gifgas komt. Anders zijn we de snaak. Oké, okay, noorden. Dan kun je rechtsboven zien. Dat is hier. Recht door het, over het plasje. Is dat slim? Ja, ik denk dat we het gewoon wel kunnen doen. Of zullen we door de bomen heen? Nee, maak gewoon een oversteek, joh. Door het water? Ja. Ik ga toch hier, via hier. Ook gevaarlijk, hoor. Ja, omdat er huisjes zijn met waarschijnlijk mensen die naar spullen zoeken. We hadden gewoon twee keer gelukt dat we in iemand anders rug kwamen en dat, dat we onvolwassen kwamen. Ik ga mezelf healen. Want ik word niet verder meer levend. Dit is intens. Inderdaad, maar het gaat lekker. We zitten bij de top 50, niks aan de hand. We gaan gewoon eerst worden, Peter. We gaan gewoon eerst worden, niks aan de hand. Hoe oud is je? Die doet het zeker ook weer niet. Nee man, die is helemaal verroest. Ik heb de smaak van bloed te pakken. Oh, je gaat nu gewoon niet op jacht. Ja. Je gaat echt totaal de verkeerde kant op. Noord toch? Daarheen. Nee, je gaat... Naar noordoost kan het toch ook? Een beetje hier. Oké. Okay. Je gaat niet noordoost. Ik hou niet van natte sokken, Timo. Dat weet je. Ja, dat blijft de hele tijd nat in je schoenen. Dat is wel vervelend. Dit valt volgens mij ook echt op. Die kijkt dan naar het water. Wij hebben echt nul keer naar het water gekeken. Ik vertrouw ook helemaal niks. Zullen we vanaf hier nog terug kan schieten op iemand? Je hebt gewoon rennen voor je leven. Maar als je iemand ziet lopen of een auto ziet rijden, dan... Waarom worden we niet verder levend dan? Ik heb mezelf net toch geheeld. Ik heb geen idee. Misschien klikt hij mis. Ik weet niet. We hebben dit spel nog niet zo vaak gespeeld. We hebben het een paar keer gestreamd. Dus als jullie nog tips hebben, laat het weten in de comments. Kijk, kunnen we niks doen? First aid, je hebt hem helemaal niet gebruikt. Ik deed het. Use hoor. Die klikt het weg. Misschien was dat het. Ja, dat ja, dat was het. Okay. Je klikt hem weg. Dat kan gewoon gebeuren. Oké, wat is ons plan? Gewoon naar het noorden gaan. 60 seconden en wij zitten nog lang niet veilig volgens mij. We zitten nu H7. Waar is dat? Dat is nog niet helemaal veilig. Nee, we zitten nog niet veilig. We zijn bijna veilig. En hoe lang hadden we nog 1 minuut? Bij dit stadje, ja. Over een minuut wordt het losgelaten. Kijk, wat mooi is van het spel. Omdat het zo'n grote map is, hebben ze dat als oplossing gevonden, dat gifgas. En dan dwing je de spelers naar elkaar toe. Dat is met Hunger Games toch ook? Is dat zo? Wel zoiets. Ik vind het mooi. Oké, hier zijn veel mensen meestal. Ik denk het ook, ja. Deze stad. Meerdere mensen komen naar dit cirkeltje toe. Dus ze kunnen ook gewoon nog achter je komen, nog steeds. Ja.
Ik denk dat je in een huisje altijd gewoon het veiligste zit. Ja, denk ik ook. Dan kunnen ze maar van één kant komen. Zo even onderduiken in zo'n zielig huisje. Maar zit je wel veilig daar? Weet ik niet, de deur is open, dus dat betekent dat er iemand geweest is. Nou, ik doe vanwege de... Oh, het gas. Ja, van... Oh! Oké, dit zijn mannen, we gaan vuurgevecht. Gluren. We gaan gluren en ze gewoon opwachten. Oké, eentje heeft iemand neer. Hier kwam het vandaan, toch? Ja, een beetje rechts, dacht ik. Ja, ik durf niet te dichtbij. Gewoon gluren. Beetje links. Ze kunnen mij ook zien natuurlijk, als ik zo voor het raam sta. Ze zullen die oversteek wel gaan maken zometeen. Ja, of hij is volledig de andere kant op gegaan. Zit iemand in de buurt dus? Wat gaan we doen? Ik ga via de achterdeur naar het volgende huisje. Dan moet ik toch een beetje die kant op gaan. Zien we het gifgas al? Ik zie nog helemaal niks. Oh man. Oh. Wat? Was het gewoon sound effects van het spel? Wat hoorde je? Ja, geluiden. Voor mij als je... gehurkt zit... Oh! Oh! Als zit je gehurkt, maar komt je hoofd alsnog bovenuit. Ja, maar valt minder op. Denk ik. Oké, ik hoorde rechts iets. Hoor je het? Ja, schoten. Zijn het schoten? Ja. Ik denk dat we hier ook weg moeten. Ja. Oh. Allemaal ik dingen. Ja, ik word wild. Ja, ik hoor nu echt overal dingen om me heen ook, hè. Kijk, ze horen je voetstappen, dus ze kunnen ook niet overal naar binnen sprinten. Maar als je binnen sprint, dan hebben zij meer de... Minder kans om te reageren, bedoel je? Ja. Dat is waar. Dat je zo rustig binnen sneekt en ze hebben je al gehoord. Dat is helemaal dat waar. Dat is sowieso over. Als je niet hebt gehoord. Zoals die ene man die bij ons naar binnen sprint, hè. Die hadden we nog even met moeite maar dood. Het is wel moeilijker te raken. Het is waar, maar als je wel in een rug komt en je loopt rustig. Ja, maar dat is het risico. Moet je even afwegen. 35 spelers nog over. Dat is helemaal niet mis voor een... Het gaat lekker. Voor onze eerste poging op YouTube. Kijk eens naar dat cirkeltje, want daar hebben we al een tijdje niet meer op gekeken. Op je map. We zitten... Nog steeds niet veilig. H7. Nog steeds niet veilig. Nee, dat is helemaal niet veilig. We moeten naar het noorden. We gaan naar het noorden. Maar het is hier gevaarlijk om langs te rennen overal, man. Je kan niet blijven zitten, maar andere mensen die moeten ook naar dieper gaan. Even gluren of iets zien bewegen. We gaan ervoor. Je moet die oversteek maken. Oh, deze neem ik mee. Even stoppen midden op de weg. Oh man. Dat is een lastige sprong. Daar kom je niet overheen. Nee. Sprinten. Zet het sprintje in. Oké, het huis maakt gewoon geluiden. Of hier de bosjes, niks aan de hand. Ik voel me wel weer een stuk veiliger hier. Ja, ik ook. Beter dan in het stadje. Oh, is dat man. Op ons? Is dat op ons? Weet niet. Nou had hij wel echt heel veel zelfvertrouwen in zijn schietkunst als het echt zo was. Kijk, ik voel me toch niet meer zo veilig. Nee, tuurlijk niet, want al volgt hij ons wel. Hij weet waar wij zijn, wij weten niet waar hij is. Ik denk niet dat het op ons was, het kan toch niet? Ik weet het niet. Je ziet iemand wel makkelijk lopen als hij op zo'n open veld rondrent. Nog 34 spelers. Je gaat toch niet schieten, man. Zo ver.
goed de dekking vinden. Is het een man daar? Zag je iets? Ik zag iets, maar volgens mij was dat het zwarte dingetje. Niks aan de hand. Oh, dat is het gas. We zitten wel veilig, denk ik, nu. Airdrop. Het is een airdrop. Het is altijd mooi, zo geeft hij ons spulletjes. Iedereen moet deze kant op komen. We weten dat er een man achter ons zit. Ja, echt. 31 mensen. Ik voel me niet veilig, Peter. Ik ook niet. Ik ga achter de boompjes staan, op zijn minst. We moeten in een huisje zitten. Maar iedereen trekt naar huisjes toe, natuurlijk. Kun je ook die ene man opwachten die achter ons kwam? Die moet er sowieso langskomen. Ja, maar misschien gaat hij helemaal om. Je weet niet. Deze map is zo groot. Als je altijd op het randje blijft, dan zit je wel het meest veilig. Want iedereen gaat waarschijnlijk naar het middelste gedeelte. Ja. We kunnen die kant op gaan. Wil je het doen? Ik voel me helemaal niet veilig hier. Ik voel me ook niet veilig meer om te lopen. Oh, auto! Of niet? Is het een... Oh, het is een airdrop. Ik dacht, er komt een volledige auto op ons afgereden. We hebben ook een keer gezien dat die vliegtuigen gingen bombarderen, toch? Ik weet het niet precies. Voor mij het maakt het wel zulke geluiden. 29 mensen, 28 mensen, het gaat goed. Ik voel me niet veilig, man. Ik ga van boompje tot boompje. Je kiest gelijk de allerverste boom uit. Oké. Op 60 seconden... Hoorde ik iets? Nee. Op 60 seconden gebeurt het allemaal. Een kleinere cirkel. Oh. We zitten. G6. G6, dat is... Hier ergens. Hier? Ja. En dan zitten we gewoon veilig, hoor. Het is helemaal niet veilig. Wij zitten hier. Wij zitten hier. Ja, zeker. Ja, want dat is het gebouw. Nu hoor ik wel een auto. Die rijdt aan de overkant. Zijn het smerige watereffecten, goedkope watereffecten? Nee, ik denk dat het een auto was. Wat wil je dat we doen? Ik weet niet, gluren, gluren. Het huisje, er zit sowieso iemand. Ja, dat kan bijna niet anders. Je zit zielig in het hokje, 5 seconden komt gas. We zitten veilig. Maar van deze kant zitten we helemaal niet veilig. Als iemand ons al ziet, kunnen ze ons gewoon in de gaten houden wat we doen. Ja. Misschien komt er zometeen wel iemand in onze rug. Dat kan zomaar gebeuren. Iemand ook die ook dat boompje gewoon opzoekt. Ja, we moeten bewegen. We gaan bewegen. Ja, we moeten naar dat huisje, maar... Ja, we gaan neer daar. We gaan zo hard neer in het huisje. Het is een plek waar iedereen wil zitten. Man. Ja, het is onveilig. Hebben we de top 30 al gehaald? Top 30 hebben we gehaald. Met gemak. Maar ik wil die top 10. Ik wil eigenlijk nummer 1 worden. Dat is echt vrijwel onmogelijk. 130 mensen. Oké, ik wacht even tot het vliegtuig weg is. Niet te lang, want er komen mensen natuurlijk ook. Maar er zit hier ongetwijfeld iemand. Om het hoekje kan zo iemand zitten. Man. Oké. Ik kijk rechts niet eens. Dit is een perfect hoekje. Nee, er zit niemand, er zit niemand. Dit perfecte hoekje ga ik straks innemen. Het treurige hoekje. Die sompige sokkies. Ja. Had je niet door het water moeten gaan. Daar heb ik nu spijt van. Het was niet nodig. We zitten hier nog even veilig. Zitten we nog wel veilig? We zitten nu G6. Oh man. Dat is helemaal niet alles behalve veilig. Dus we moeten noordoost gaan. Ja.
alles behalve veilig zitten we nu. Ja, we zitten wel veilig nog, maar niet voor lang. Nee, het gas komt eraan. En airdrop, recht voor ons. Airdrop. Dat gaan we in de gaten houden. Maar ik denk, dat is buiten de cirkel volgens mij. Dus ik denk dat niet veel mensen in de buurt zullen zijn. Nee, niet. Het is gewoon hier is het ergens. Waar zijn we nu? Ik denk hier is het. Hier? Ja. Ah, oh, met de verrekijkers naartoe kijken. Ga naar beneden. Dat zie je, ik wil het toch op pakken eigenlijk. We gaan erop af. We gaan erop af. Ik zie niemand maar anders. Iedereen gaat dat in de gaten houden, dat weet je. Ja, iedereen maar het is wel mooi. Het is wel mooi. We gaan erop af. Timon, we hebben een doel. Naast nummer 1 worden. Niet op de, over de brug, man. Niet nee, over de brug. Je... Oh, wow. Wow, dat had ik niet verwacht. Je maakt echt een flinke spartel ook erbij. De afgang zijn, struikel je. Ja. Waarschijnlijk waren we echt dood. Wat zou er in die airdrop zitten? Ik weet niet, man. Ik ben wel benieuwd. Misschien heel veel armor. Oh! Oh, echt bijna neer. Heel veel armor, denk ik. Dat is wat het vliegtuig doet. Ja, die bombardeert waarschijnlijk gewoon net buiten de cirkel, weet je wel. Gewoon eromheen. Oh, dat zou kunnen, ja. Zullen mensen die in de cirkel zitten gewoon veiliger? Dit huisje zit. Ja, hier zit zo allemaal menselijk volgens mij. Zeer kenbaar. Maar we zijn, zitten nog helemaal niet veilig. Hè. G6 niet veilig. Is niet veilig en het gas komt eraan. Peter, kijk achter je, het wordt gas. Oh, het valt nog mee, het valt nog mee. Waar is die airdrop? Hier achter werd hij gedropt. Airdrop. Dat mooi zijn als die iemand anders die spulletjes pakken, weet je wel. Is dit het? Nee, nee, nee. Het is achter dat gebouwtje volgens mij. Het heuveltje volgens mij. Ja. Ja, we moeten oppassen voor het vliegtuig. Nee, oh, recht over mijn hoofd heen. Oh, oh mannetje. Oh. Moet ik hem schieten? Dit is airdrop, we gaan naar de airdrop, of niet? Oh! Moet ik hem schieten? Nee, je moet hem schieten, wacht. We gaan hem gewoon achter hem aan, we gaan achter hem aan. Als hij ons ziet. Ik denk dat de airdrop hier niet zat, maar rechts van ons. We gaan hem gewoon killen, Peter. We gaan hem killen. Oh! 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 Hou hem neer! Hij heeft geen wapen! Hij heeft geen wapen! Easy kill. Oh! Hij ging met zijn vuisten! Hij ging... Zelfverzekerd, die man. Ik wilde hem vragen, wil je teamen? Ja, maar hij ging echt met zijn vuist op je af. Ga hem looten, ga hem looten. Nee, maar we hebben geen tijd voor. Kijk, het smerige gas. Oh ja, gas. Maar waar is de airdrop? Weet niet. Hoe had die zwakkeling het ooit zo lang overleefd trouwens met zijn vuist alleen? Oh, ik hoorde kogels. Ik hoorde weer kogels volgens mij, of niet? Ik hoorde... Oh ja, dat zijn kogels. Ren voor je leven, Peter. Zigzag over het veldje heen. We worden misschien weer gebombardeerd. Oh. Net ging het ook al vlak langs ons, hoor. Maar dit was al... Oh! Oh! Ren, Peter, ren! Nou, dat gaan we niet halen. Oh ja, we waren te traag. De hele tijd, ik zei het al. Dit is echt de afgang. Nee, ren voor je leven, Peter. Maar daar is de airdrop, denk ik. Gaan! Voor de airdrop op zijn minst. Ga op zijn minst voor de airdrop! Ren! Ik ga voor de airdrop op zijn minst! Is het de airdrop dan? Ik hoor ook overal kogels. Oh man, je moet rennen. Oh nee, oh, links gast. Kogels! Zigzag hem! Zigzag hem! Oh! Oh! Wow! Nee! Smerige honden, man! Ja, echt, we gaan neer, we gaan zo maar in. Gas en mannen! Ja! Oh man! Oké, stil, stil. Misschien kunnen we horen wat er gebeurt. Iemand mikt die zo hard op, hè? Ja, die weet waar we lopen. Die ziet duidelijk dat we naar de airdrop gaan. Iedereen zit bij de airdrop. Iedereen zit bij de airdrop. Iedereen zit te campen, sowieso. Ja. Kom op. Ik wil op zijn minst weten wat erin zit. Seconden. Kom op. Wat is het? Dat is pak gewoon... het allemaal. Maar dit smerige smoke zit ook achter ons aan, hè? What's the waste bag? Ik wil het. Drop eens verder kijken, man. Ren naar het caravantje. Dit wapentje zal beter zijn. Dat denk ik ook. Of is het niet precies hetzelfde? Ik weet het niet. Moet gaan. Zitten we bijna veilig eigenlijk? Oké, dat is een stuk. Het is zo'n flink stuk weg. Welke auto? Ja, ik hoor een auto. Oké, ik piep hem. Ik ga de bosjes in. 17 mensen nog. Oh man. Maar dit man heeft ons gezien. Misschien waren dit gewoon spulletjes die iemand anders heeft geswitcht van de airdrop. Zou er komt nog steeds rook achter. Achter het koffertje. Zou kunnen. Maar in de bosjes zitten ook echt niet veilig. Nee, er zitten meer mensen in de bosjes te loeren naar die airdrop.
Oh, we moeten nog doorgaan, die smerige gip. Ja, echt, we moeten gaan. H5 zitten we. En waar moeten we? Zitten we veilig? We moeten ook even kijken waar we heen moeten, want anders lopen we gewoon naar willekeurig niks. Weet je, ja, moet ik even groeien. Ik ben nu even aan het wegsprinten. Je zegt, loop je het gas in, man. Die gifgassen! Ja, gifgassen. Die gifgassen! Oh, nee. Is echt waar, zeg. Ik zat niet... Nee, smerige vliegtuigen. Peter, kijk op je map. Je moet, wacht, op je map kijken. Ik ga veilig staan, Semi-veilig. Alles behalve veilig. Wow, zo klein is hij. H5 moeten we heen. We zitten H5. We zitten H5. We zitten veilig. We zitten gewoon veilig. Dit is de finale ronde. Dit is echt de finale. Iedereen zit op een klein stukje nog. Ik hoor iemand. Oké, ik voel me echt niet veilig. Ik hoorde echt iemand, of niet? Dat dacht ik. Ja, kut man. Daar loopt iemand, daar loopt iemand. Hij heeft ons zeker gezien, of niet? Wat gaan we doen? Wat is ons plan? We gaan hem killen, we gaan hem killen. Hij weet waar wij zitten, we weten niet waar hij zit. Hij weet niet waar wij zitten. Oh man, zo staat hij zo voor ons. Had ik maar een granaat. Ze kunnen ook achter ons komen. Ja, er zijn meer dan 10 mensen, dus ze kunnen overal komen. Ja, ik wil omdraaien, maar... Oh man. Er liep echt iemand. Ja, er liep iemand. Oh, ik... Dit is helemaal kut. Dit is helemaal kut. Oh. Vuur, 15, top 15. Wil je trouwens even op je taal gebruik letten? Het is een familiekanaal. Oh! Dat was op ons. Ja, die was op ons. Je kan rennen. Ik spartel zo erg, maar... Jan, pussy! Pussy, oh, nee! Nee! Woesie, pussy! Je? Oh, je bent een woesie, pussy! Gaan! Ah! Wow! Waar? Achter je! Achter je, links! Links, man! Waar? Daar waar je nu heen kijkt. Oh man! Ja, waar, man? Ik zag hem echt niet, hoor. Je moet er niet, schreeuwen, je moet luisteren, man! Maar die ko... Oh man. Nummer 15 niet verkeerd. Dus niet verkeerd, maar wat hem kunnen hebben, hij schoot zo pak mis. Hij pakt de wijs neer. Die man is ook neer. Maar dat was wel even lekker. Ja, het is gewoon mooi. Was gewoon even lekker. Dit gaan we zeker nog een keer doen. Dit gaan we gewoon nog een keer doen. Behalve als iedereen het echt haat, want dan... Stoppen we er gewoon mee. Groepsdruk.